gegroeid, maar je zei vooral gebaseerd op het verhaal van mijn grootouders. Het is eigenlijk zo dat, dat ik als kind heel veel verhalen heb gehoord, gerelateerd tot de Tweede Wereldoorlog, zowel als vaders als moederskant. Daar gaat het eigenlijk vooral over, over mijn grootvader als vaderskant, waarvan ik uiteindelijk een Italiaanse naam heb overgehouden. En de moeder langs de moederskant, waar ik uiteindelijk op woensdag namiddag mocht vertoeven. Nu, om eerlijk te schetsen, is mijn grootvader Italiaan, woonde in noord van Italië, is heel vroeg, was een buitenechter kind, heeft eigenlijk nooit zijn vader gekend, heeft zijn moeder heel vroeg verloren, zijn grootmoeder heel vroeg verloren. Uiteindelijk waren de twee enige familieleden, dus op zijn 16e was een wees. De manier hoe dat ze uiteindelijk gestorven zijn, was eigenlijk ook redelijk tragisch. Zijn moeder was ziek, is op een kar gesprongen om naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te gaan. Is overleden onderweg op een bank en het is eigenlijk uitsmottend dat ze de zijn teruggevonden hebben. Als jonge man uiteindelijk zijn moeder moeten gaan herkennen, zijn grootmoeder die dan een jaar later sterft ook zelf moeten begraven. En ja, die dood speelde uiteindelijk in die verhalen toch wel een vrij grote rol. We hebben elkaar gezien dat die doodcultus ook ergens mijn werk is ingedrongen. Nu, het is zo dat, zijn verhalen enorm veel invloed hebben gehad. Dus vanaf zijn 19e breekt de Tweede Wereldoorlog uit. Aangezien dat hij in het noorden van Italië woonde, sprak hij perfect Duits en Italiaans. Streed hij op het gebied van Mussolini als soldaat en had hij een functie als tolk, waardoor hij redelijk veel gerezen heeft. Maar dus, wanneer Italië uiteindelijk zich aangesloten heeft bij de geallieerden, dus bij de geallieerden, is hij krijgsgevangen geworden van het Duitse leger. Met als gevolg dat hij in werkkamp heeft gezeten in Frankrijk en naar het einde van de oorlog is hij. Uiteindelijk hier in België beland, omdat de Duitsers zich teruggetrokken. Nu, die verhalen die waren heel beschrijvend. Als hij de plaats waar het verhaal zich afspeelde, beschreef hij uiteindelijk, en dat waren vooral architecturale ruimtes, binnenkanten van bunkers, vandaan dat ook bepaalde zaken moeten bouwen, loopgraven. Maar het waren die ruimtes die ik als kind perfect kon inbeelden. Dat stoot waarschijnlijk niet met de realiteit, maar het is wel zo dat dat er voor mij toch uiteindelijk een rijk gegeven was. Sprak van, kijk, ja, die ruimte was deur 3, dat was donker, dat was een kleine opening, daar kwam een metalen staaf uit. Ik kon uiteindelijk, mijn verbeelding vrij loop laten gaan. En het zijn uiteindelijk die verhalen die je erft en meedraagt. Tijdens mijn studies in Cyprus staan natuurlijk open voor heel veel zaken. Ben ik op vakantie gegaan met toen mijn vriendin, vandaag mijn vrouw, ondertussen 14 jaar geleden, naar Frankrijk. Kom ik naar die bunkers tegen van die Atlantic Wall, dus aan het litoraal van Centraal. En op de een of andere manier kun je die bunkers toe-eigenen, omdat ik die kende van die verhalen van mijn grootvader. Nu, die bunkers op zich zijn uiteindelijk een vormen die mij enorm aanspraken, want ik heb natuurlijk de historische context. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook het gegeven dat ze al zoveel jaren in de duinen staan, dat ze ook beginnen te verweren, dat ze ook wegzakken. En dat ze uiteindelijk in hun eigen leven beginnen te leiden. En ik ben er toen uiteindelijk op een boek gestoten op Alverino, een Frans-Italiaanse urbanist, die een bunker uiteindelijk beschrijft als een soort monolithisch gegeven die op de een of andere manier niet los te trekken is van zijn context waarin het ontstaan is, maar tegelijkertijd vandaag de dag toch nog iets nieuws vertelt. Als kind heb je daar toen ook altijd in gespeeld en krijg je natuurlijk een soort architectuur, een soort monolith dat spiegel is van zijn omgeving, vooral zo weinig mogelijk opvallen was de bedoeling. Dus die zijn uiteindelijk volledig geïntegreerd binnen de natuur, natuurlijk landschap. En dat zijn zo'n zaken die hem ook fascineren.
Nu, ik ga nu uiteindelijk ook maar beelden tonen en daar doorheen de beelden ook meer uitleg geven over de werken en uiteindelijk de gehele context van de werken. Dus dit beeld is Willem Tomori, dus vertaald als architect te sterven. Dus ik zie dat eigenlijk als een soort architectuur dat een soort massagraf zou kunnen voorstellen, maar het is natuurlijk vrij van de interpretatie, maar de ruimte is eigenlijk ook een soort doorsnee waardoor je uiteindelijk een soort het idee krijgt dat, dat het behoort tot een groter geheel. Maar dit is eigenlijk de overstap geweest van mijn, dat is eigenlijk vooral de beginperiode, ik denk dat ergens rond 2003 was, dat ik de schilderij heb gemaakt. Dus ik heb, zoals ik straks al gezegd heb, heb ik schilderkunst gestudeerd. Ik was vooral in de architectuur aan het schilderen. Maar op een bepaald moment zit ik met die materie, was ik ook eigenlijk vooral had ik een plan om een paar andere reizen aan te doen om boekjes te gaan bezoeken. En heb ik besloten om een soort archeologische set te maken en afgietsels te maken van die boekjes. Dus de bedoeling was om siliconen vlakken te maken op de 60 of 60 die dan op water passen zetten. Dus sommige beelden, dus de bekistingslijnen, waren ook verzakt. En als titel kreeg ze de geografische ligging mee. Nu, ik heb er uiteindelijk 6 afgegoten. En een paar, die 6 siliconen mal gemaakt. En dus eigenlijk, ik heb ze niet alles kunnen afgieten, omdat ik een probleem had met de silicon. Maar dat was uiteindelijk die overgang van die schilderkens naar eerder het sculpturale. Dus een kleine anekdote. Het linkse beeld is niet volledig afgegoten. Ik stond toen in Eindhoven. Ik heb eigenlijk afgegoten in Calais. En daar is voor mij dus eigenlijk echt het litoraal uiteindelijk. Maar ik stond blijkbaar op een militair grondgebied en als gevolg dat ze mij toen verpakt en dat ik het niet kon afmaken. Werd mij gezegd dat ik die silicone even moest afhalen, maar dat was natuurlijk niet hoog. Maar dus de bedoeling was van een soort silicone negatief te maken en dan terug een positief in beton. En dat was uiteindelijk het resultaat. Mijn afstudeerproject heb ik geopteerd om een bunker te maken, of toch met de formataal van een bunker. Nu, zo'n bunker uiteindelijk, die architectuur die daar gehanteerd wordt, is een architectuur die toch wel redelijk op de referenties in zich draagt. Een bunker, er zijn heel veel verschillende soorten en types die ik nu niet ga uitleggen, maar het trapsgewijs naar binnen toe. Zoals dit hier, dat was wel iets dat regelmatig gebruikt werd voor het afweerinstituut. Nu, de bedoeling was om eigenlijk een soort ruimte te maken die enerzijds zou refereren naar die bunker, maar tegelijkertijd ook een donkere ruimte creëren die niet betreedbaar was voor de toeschouwer. Als je gekeken hebt of je bleef langs de buitenkant staan, het werk noemt antrum. Antrum is tegelijkertijd ingang, entree, maar het is ook een grot. Soms mensen ook zitten om te reflecteren of te bezinnen. Dus ik vind de donkere ruimtes die ik vaak in mijn werken gebruik, zijn voor mij wel van fundamenteel belang. Op een of andere manier refereer ik in mijn werk aan redelijk wat historisch gezien. Maar het is natuurlijk een vormentaal, een archetypische vormentaal die geëvolueerd is doorheen verschillende culturen, die ook iedereen herkent dat het op de een of andere manier in ons collectief geheugen gegrift staat. Maar het is wel zo dat die vormtaal op de een of andere manier wij vooral bekijken doorheen de bril, relateert tot die Tweede Wereldoorlog. Het is meer dan dat. Maar de ideologie of waarin zoiets zou ontstaan, probeer ik in mijn beelden afwezig te laten. Vandaar ook dat die donkere ruimte, die zwarte ruimte, ook subjectief is en op de een of andere manier een bepaalde sacraliteit opwekt, waardoor je als toeschouwer met een
Titel. Die Tonnahme oder den Ingang. Ich glaube, in dieser Musik, was ein Teil gehört, was eine Hauptkonstruktion der Ehe simuliert, auf der Vermissage von so einem kleinen Aufruf von der Eindrücke. Weil Kinder sind dann auch wieder mal anders gegenüber. Ich glaube, bei Rollen, es ist so die Eindrücke und Aufstotung von der Welt, mehr von der Manier, ja, wie so ein Kind auf Abstand, einfach so dran, dass sie dann letztlich dabei kommen, dort ist die Zeit eigentlich verdreht sein in die dunkle Räume. Aber ich denke, dass was von Massen kijken naar zo'n beeld heb je een beetje hetzelfde. Enerzijds heb je die zware connotaties aan macht, totalitaire regimes en dergelijke. Dus op een of andere manier krijg je een vreemd gevoel, maar aan de andere kant word je ook uitgenodigd tot reflectie. En is er toch wel een bepaalde aantrekking, enerzijds door de vormtaal en tegelijkertijd daardoor door de ruimte die ongedefinieerd is. Nu, op een bepaald moment ben ik, ik heb er ook een paar werken gemaakt die ik niet ga laten zien, omdat het natuurlijk een soort leerproces is, ik denk dat in werk te staan, maar dat is niet meer vervelend. Maar dit werk hier is een mausoleum. Dit werk is een werk dat ontstaan is in de ontwikkeling van Nederland. En ik herinner me dan ook dat ik vrij confronteerd heb met ook naar dilemma's. Ik zit hier met de zuilen, met een heel strenge architectuur die op een of andere manier toch wel echt verwijst naar een bepaalde ideologie. En wanneer er eigenlijk niet zoveel werken zijn, heb ik wel het gevoel van of voor de schrik om verkeerd te begrepen te worden. En natuurlijk doe je dat ik mij altijd die vraag stel. Met een andere beeld, er komt op het einde van de presentatie een ander beeld waar ik mij dan uiteindelijk ook probeer tegen te wapenen. Het is natuurlijk niet de bedoeling om fascistische architectuur te maken, maar het is wel zo dat die architectuur redelijk wat vragen stelt. En natuurlijk, de context waarin die architectuur gebruikt werd, is natuurlijk is een blijvende vrager die ook in die beelden eigenlijk sterk naar voren komt. Nu, het is niet alleen dat wat ik eigenlijk wil zeggen, het is niet alleen die macht- en totalitaire regimes waar ik naar verwijs, want de taal is archetypisch, maar het komt ook van verschillende culturen en in het ene werk komt er iets meer naar voren dan het andere. Maar dit werk is bijvoorbeeld, noemt mausoleum, is het niet gelinkt aan een bepaalde persoon, maar het lijkt een mausoleum eerder een soort monument ter het collectief geheugen of alles wat herinnering dat heel persoonlijk kan zijn. Dus ik probeer eigenlijk van dat persoonlijk verhaal, probeer ik het eigenlijk om te switchen naar het een soort collectief geheugen, ook een taal die iedereen uiteindelijk makkelijker leesbaar is. Nu, in het begin heb ik ook geëxperimenteerd in verschillende materialen. Dus dit werk is deels uit beton gemaakt, een ander deel uit hout. En dan werd dat uiteindelijk volledig bekleed met een cementlaag. Nu, de laatste jaren ben ik er duidelijk even afgestapt, ik noem het dan gecompromitteerde materialen. Nu, voor mij zie ik het vooral eigenlijk als sculptuur, want sculptuur heeft, of door de bedoeling om een bepaalde eerlijkheid in zich te hebben. En het feit dat ik eigenlijk geen beton gebruik, of geen beton beton gebruikt heb, was vooral omdat het zwaar en evident is om zulke zaken uiteindelijk tentoon te stellen, aangezien het daar redelijk wat opsloep uiteindelijk aanstakt om zo'n zaken te installeren. Maar ik ben er wel van afgestapt, ik heb zoiets van, kijk, die massiviteit van beton, op een of andere manier voel je dat ook. En komt dat ook tot de structuur die ik vandaag de dag maak. Dus als ik een werk dat het niet meer bestaat, dan ben ik een paar keer tentoongesteld geweest en dan termijn uiteindelijk.
ontwerpen van Jeremy Bentham, een 18e-eeuwse architect, die een gevangenis heeft ontworpen. Ik heb hier een foto ervan. Die een gevangenis heeft ontworpen, maar één centrale ruimte. Vanuit de centrale ruimte kom je uiteindelijk in alle cellen kijken. Dus eigenlijk een soort alziend oog dat iedereen toegang heeft. Michel Foucault, filosoof, heeft dat principe uiteindelijk ook gebruikt om zijn boek te schrijven, Surveiller en Venir, waarin dat uiteindelijk dat principe gebruikt wordt als een soort een bodem van een letter. En het feit dat we in een gecontroleerde maatschappij wonen en dat we uiteindelijk constant in het oog worden gehouden door camera's en dergelijke. Nu, ik vond het interessant om dat werk ook zo te noemen, want de vorm ook, buiten de cirkelvorm heeft het uiteindelijk er weinig mee te maken. Maar ik heb me vooral laten inspireren door de ruimte zelf, dus je hebt eigenlijk een koepel. Je hebt er uiteindelijk 8 delen in die koepel. Die 8 delen heb ik uiteindelijk, ik heb de koepel omgedraaid, dus ik heb de cirkel rondgemaakt. Een panoptiek wil zeggen, maar je hebt alles overzien. Dus uiteindelijk een soort open plan gemaakt waar het contrast tussen het licht en het donkere wordt gecreëerd. Dus hier in de vitrine zie je daar eigenlijk een ronde ruimte, dus een zwart gat, wat uiteindelijk tegenover dat licht wordt geplaatst. Dus links daarvan staat een figuur. Dus dat is ongeveer 5 meter diameter. Nu, ook het patroon van de vloer en dergelijke, ook rekening mee houden dat het uiteindelijk op een of andere manier geïntegreerd wordt. Nu, dat werk heb ik vooral gemaakt om een soort relatie te scheppen tussen enerzijds de ex-kapel, dus de ruimte waar dat ontstond, het werk zelf en de toeschouwer die er uiteindelijk langskomt. In een kerk heb je natuurlijk ook het aanzien oog van God dat neerkijkt op zijn bezoekers. Dus vandaar dat eigenlijk het principe van kijken voor mij het uitgangspunt om dit hier te maken. Nu, het grappige is dat sommige toeschouwers ook aan voorbij liepen omdat ze dachten dat het uiteindelijk een doofpot was. Dus op de een of andere manier was misschien iets te goed geïntegreerd. Belvedere, dat is een werk dat ik heb gemaakt als een ontwerp voor een begraafplaats. Ik kan er straks nog even een ander beeld van laten zien. Dit is het uiteindelijk. Dat is een beeld dat in Genk staat, op de begraafplaats. Is een kleine, 6 meter hoog, echt net geen 100 ton. Is in verschillende elementen opgebouwd, geplaatst en uiteindelijk volgestort. Nu, het toont eigenlijk een schaal, dus de kleine trapjes zijn 3x3. En je krijgt eigenlijk een soort bovenaan een belvedere, dus een platform waar dat je moest je op kunnen lopen, zou kunnen gaan staan om naar het landschap te kijken. Nu, het is eigenlijk een poort, dus ik werd gevraagd door de stad Genk om een wet te plaatsen om overledenen te herdenken die op een begraafplaats begraven zijn geweest, maar intussen weggehaald, dus met het verjaren van hun liggenplaats. Dat is natuurlijk verwijderd. En dus duidelijk voor die mensen wat om het. Nu, ik zei het ook op die begraafplaats redelijk wat verschillende culturen en dergelijke zien. En we probeerden toch een soort beeld te creëren dat daar redelijk open was. Dus de bedoeling is dat als je dit beeld ziet, dus dan kijk je eigenlijk vanuit de begraafplaats. Maar de voorkant is eigenlijk een blind volume. Dus als je binnenkomt, sta je tegenover een blind volume. En het is eigenlijk van zodra dat je doorheen loopt, door langs omhoog loopt, of daarnaast loopt, eigenlijk zit dat er trappen aanwezig zijn. Nu de omgeving waar het staat, waar de rails in de nabijheid van de omgeving van de begraafplaats is vrij interessant. Nu, ook de begraafplaats op zich is eigenlijk een soort dode stad, ook heel gestructureerd met een diagonale as. En het staat eigenlijk aan de ingang waar het overleden wordt ingereden. Dit is onder andere een plaatsing.
persoonlijk niet hoe je vragen kent met de schuldlager, maar ik ben er ook niet veel voor geweest. Maar Rome is eigenlijk een fantastische stad. En toen ben ik daar zat, ben ik ook naar Pompeii geweest, dus dat was naar Napels. En ja, met daar rondom ook beseft dat uiteindelijk de architectuur of misschien wat er nog van overblijft, dat die ateliers die daar aanwezig waren, toch wel echt wel de belangrijkste ruimtes waren van die gebouwen daar. En ik ben ik van het principe vertrokken om een atrium te maken. En dat is er van geworden. Dus je krijgt eigenlijk een ruimte op verschillende niveaus. Enerzijds heb je een donker pad en tegelijkertijd heb je verschillende niveaus met trappen. En ook bovenaan een platform waar je zo kan opstaan en naar de omgeving kijken. Nu, die trappen, dat is ook iets dat heel regelmatig gaat terugkomen in mijn werk. Enerzijds zie ik dat als een soort mentaal proces. Omdat die trappen natuurlijk niet betreedbaar zijn, het zijn allemaal maquetten, maar het zijn eigenlijk trappen op schaal. Dus ze zijn fysiek betreedbaar en toch niet in de kleine structuren. Dus ik zie dat eigenlijk als een soort mentaal proces dat je probeert ergens naar dat naar de donkere ruimte, naar de gradatie van licht gaat binnen die donkere ruimte. Dus dat is dan een tweede versie daarvan. Hier de iconische van de structuur is uitgebreid natuurlijk ook aan andere culturen zoals Inca's en dergelijke. En wat ik eigenlijk interessant vind aan architectuur van andere culturen, dat is dat er op een of andere manier zijn die gebouwd geweest binnen een context, binnen een geloof, religie of ideologie. Maar mensen zoals de Romeinen verdwenen zijn de Egyptenaren verdwenen zijn, de Inca's verdwenen, maar de gebouwen blijven staan. Dus hun context is verdwenen, dus de cultuur is verdwenen. En als gevolg dat wij alleen maar kunnen kijken naar die gebouwen van een afstand. Op een of andere manier kunnen we daar totaal niet meer in komen. En worden die gebouwen bij de structuur, omdat ze uiteindelijk onderdaan zijn van de functionaliteit. En dat is nu ook hetgeen waar ik mee bezig ben. Mijn gebouwen zijn allemaal functieloos. En dat is een vrijheid die ik mij heb toegeleid en die mij uiteindelijk wel redelijk wat vrijheid geeft om bepaalde zaken te gaan ontwerpen. Dus dat is een gegeven dat ook het ontwerpen van die zaken moet vermakkelijken. Dit werk is dan iets naar schaal toe. Ik denk dat het ongeveer 70 hoog is, 80 bij 80 op het oppervlak. Dat zijn zaken die ik uiteindelijk allemaal zelf maak, die ik ook bij mijn atelier maak. Ik maak de zaken in lichtgebied beton, dat is 30% lichter dan de muren beton. Dus uiteindelijk de kijkers worden vervangen door Ajax granulaten. Dus maar dan nog weegt dit 800 kilogram, dus dat zijn uiteindelijk zware structuren. Ook onderaan zie je uiteindelijk een soort opening. Structuraal gaat dat meespelen, want dan zijn uiteindelijk gewoon dat dat een hele praktische is, omdat je daar een transparant op beschrijft en je daar beter kunt wegrijden. Dus, waardoor ergens geïnspireerd door de tuin van Babylon, met verschillende boeken. De kwaliteit is natuurlijk ook maar een soort acryltekening die vooraf gaat. Dus eigenlijk geschilderd op papier. Eigenlijk is geschilderd, maar ik noem ze acryltekeningen, omdat ze op een of andere manier niet potentieel om schilderij te zijn. Maar tegelijkertijd vind ik ze wel belangrijk, omdat ze zijn wel een werk. Elke tekening ga ik ook uitvoeren in een structuur. Dit hier was niet duidelijk iets. Ik zei dat ik dat lijkt me wel interessant om een structuur ook te gaan omgaan uitwerken. En dan zit het eigenlijk niet gewoon. Die ambulatoren moeten werken. En die ambulatoren moeten een term die betreden van uiteindelijk is het de volgende achter het koor. Waar de derde bedrooms zijn doorgeduwd.
Ik heb uiteindelijk een schildersopleiding als geschilderd, zit in de contrasten bezig, zit daar een bepaalde tweedimensionaliteit bezig. En ik moet eerlijk toegeven dat die tweedimensionaliteit, ik heb dat toch wel, ik heb dat behouden. Op een of andere manier zijn de sculpturen vaak maar met één ingang of maar frontaal te bekijken. Wat dan niet wil zeggen dat die andere kanten niet interessant zijn. Soms vinden sommige mensen die blinde volumes met andere aan de achterkant interessant en aan de voorkant. Maar ik vind het wel belangrijk om daarmee te spelen. Dus die tweedimensionaliteit is uiteindelijk het frontale beeld waar de vijandelijke toeschouwer tegenover staat. Cirkel. Ook vooral spellen machtig niet ver van elkaar. Natuurlijk, het spel is in het boekje aanwezig, maar het hypotroom. Uiteindelijk is dit idee ontstaan toen ik in Rome zat. Cirkel was in Rome, zei ik, op een vlakte in Rome, dat ooit een hypotroom was, maar dat het uiteindelijk nu niet meer staat, buiten die open ruimte en het gras. En dit was eigenlijk een soort voorstel om eventueel die ruimte in te pompen. Dat echt ook alleen maar als idee eigenlijk. Nu, de manier waarop die zaken ook in de ruimte staan, dat is in het museum van Daan, zoals jullie hier geweest zijn, is dat eigenlijk het beeld, wanneer je binnenkomt, als je binnenkomt, loop je eigenlijk recht op dit beeld aan. Nu, dan krijg je eigenlijk een ruimte. Nu, ik heb hier toen, ik heb dat werk, dat was een heel wat te maken, want door omstandigheden dat ik een heel druk programma, waar ik een paar tentoonstellingen die elkaar opvolgden, en kwam er ook van alles bij. Maar als gevolg dat de tijd van om dit werk te maken heel beperkt was, ik denk dat ik 9 dagen de tijd had om dit werk te maken, en als gevolg dat ik toen, zowel mijn vrouw als ik die week maar 7 uur kon geslapen. En dat was er eigenlijk een beetje over, op een of andere manier. Moeten die dingen gebeuren en dan gebeurt dat ook. En ik heb natuurlijk niet alleen gedaan, maar redelijk wat vrienden zijn gewoon beelden en dergelijke. Maar dus het beeld dat er staat, heb ik eigenlijk 10 centimeter opgeschoven naar links. Maar als gevolg dat eigenlijk een soort natuurlijke gang van een wandelgang die gemaakt werd door de toeschouwers, dus die gingen eigenlijk eerst rechts de ruimte in en dus uiteindelijk het blind voldoen en blind voldoen. En van zodra ze uiteindelijk rond waren, keken ze naar dit werk. En dat zijn de zaken waar ik heel graag in speel. En het was heel simpel, maar die zaken die in de ruimte worden toegepast, op de een of andere manier kun je wel het parcours van de toeschouwer proberen in te beelden of proberen te herhalen hoe dat uiteindelijk naar zo'n werk gekeken kan worden. Dat is ongeveer een 5 meter diep en 3,5 breed. Een kleine variatie in de cirkel. Het volume dat uiteindelijk. Dus het bovenste gedeelte is een ton, het tweede gedeelte is een halve seconde, waar het uiteindelijk wel het deel is opgepakt. Cenotaaf. De mensen die vertrouwd zijn, Franse visionaire architecten, zien hier gespeeld op een bepaalde link. Dat is ook iets dat in mijn werk zit, dat neoclassicisme. Het is een taal die doorheen de geschiedenis toch wel vaak hergebruikt geweest is. En de werken van Étienne Boulay, hij heeft vooral doorheen zijn leven heel veel tekeningen gemaakt en nooit niets gerealiseerd. En dat is heel poëtisch. Vandaar dat ik ook soms zeg van kijk, die sculpturen die ik maak, dat zijn van schalen wel. Maar het is ook niet echt gemaakt om een realiteit te bouwen, op schaal 1 te gaan bouwen. Nu, ik zeg niet dat als die kans zich voordoet, afhankelijk van de context, dat zo'n zaken misschien wel kunnen gebeuren, maar het is zeker niet de bedoeling om die zaken eigenlijk echt in het grote te gaan bouwen. Nu, ik denk dat wel de bedoeling was, want het is uiteindelijk gewoon. Twee.
Dit is ook zo'n onderhemmer. Oh ja, ik kan daar heel plat en ook bij helpen. Nu denk ik dat jullie allemaal weten dat onder andere vandaag het heel makkelijk is om 3D te tekenen in SketchUp. Nu, ik heb SketchUp niet altijd gebruikt, of niet goed in het begin gebruikt. Dus vroeger gebeurde alles op papier. Tegenwoordig geef ik toe dat eigenlijk vrij aangenaam is om te gaan ontwerpen in SketchUp. Maar deze beelden die zijn in 3D Studiomax gemaakt. Maar het is vooral een aantal die uiteindelijk hebben geïmporteerd en waar dat uiteindelijk de textuur gaat opleggen. Maar je kunt daar heel ver in gaan, je kunt die veel realistischer maken, maar dat is ook niet naar de doel. Dus ik denk dat het belangrijk is dat een toeschouwer ergens kijkt naar een voorgesteld beeld. Maar het is niet de bedoeling om uiteindelijk een toeschouwer aan de bal te nemen en te zeggen: van, kijk, ja, dit is een echt beeld. Een echte foto, daar gaat het uiteindelijk niet om. Vandaar dat ik ook echt opteer om de ruimte door te snijden, waardoor je een soort abstractie krijgt van de uitsnijding. Dat er daar dus een tussenzone gecreëerd wordt tussen toeschouwer en werkgever, dat er ontstaat een soort afstand. Dus dat is toch zo, dat zijn beelden, de porticus neemt het werk. Dat is eigenlijk zo'n drieluik, dat is porticus nautisch. Je hebt eigenlijk twee zuilen die in Grieks getempeld zouden gebruikt als toen het tempel. Maar uiteindelijk krijg je elke dier omgedraaid en dan een soort binnenruimte. In plaats van naar dat ik meestal zou staan, dat ik buiten. Dit is ook zo'n soort tekening. Dit is ontstaan. Voor een project in Tilburg, een tentoonstelling in de openlucht, in een groot oud park. En het werd niet opgegeven, dat bleef eigenlijk een soort vergeetput. Dus ook de manier hoe ik het uiteindelijk in het landschap heb gepositioneerd, was van belang. Foto's vrij donker, maar eigenlijk keek de constructie naar een wal aan. En die wal die beperkte het zicht toen hij uiteindelijk in de ruimte zelf zat. Er was een soort bank waar je een soort zwarte put hebt waar je naar kon kijken. Maar door de plaatsing van de omgeving, zoals een groep vrouwen, dat soort beeld uiteindelijk gericht dan het landschap zelf. Dat is ook een architectuur die vooral verwijst naar bunkers. Maar zo'n bunker zou ze moeten maken om daar als een omgevat te hebben. Valt dat natuurlijk ook wel direct naar beneden. Dus het is echt vooral de vormtaal die ik gebruikt heb, om enerzijds een soort van reflectie op de te maken. Ook een derde project, dus de constructie deels op de vloer. Waar toonballen geïnstalleerd om onze faciliteit te creëren. Dus als je dan drie bij de rol bij geen rol bijvoorbeeld van de afvalconstructie. En dan wordt het gesimuleerd. Dat zijn zaken die 3 maanden blijven staan en die op een of andere manier hebben afgebroken. Daarstraks sprak ik van een soort eerlijkheid in het materiaal. Over de structuur die ik in de toonbal maak en niet meer in complementaire materialen. Nu bij die grote zaken doe ik dat wel nog. Ergens kan ik dat wel verantwoorden. Op de een of andere manier, omdat ze tijdelijk zijn. En dat tijdelijke aspect vind ik wel een belangrijk gegeven. Omdat het feit dat het tijdelijk is het ook een idee, net zoals de tekening van Boulet. Is het een idee dat wordt voorgesteld als toeschouwer, kan het idee lezen. Maar weet je door de tijdelijkheid, of door de tijdelijkheid van de constructie, dat het uiteindelijk iets is om te blijven bestaan. Dus vandaar dat ik het uiteindelijk mij wel permitteer om zulke zaken nog te maken. Zonder mij te verantwoorden voor bepaalde zaken. Dit ontstaat vooral ook omdat soms de vraag wordt gesteld van kijk, hoe moest je dat nu uiteindelijk in tekening maken, zou dat niet doen? Zoals ik al zei, dat is niet de bedoeling. Maar als dat in de juiste context is, zou dat kunnen, bijvoorbeeld in een beeldenpark. Maar van zodra dat een functie krijgt binnen een
een zaak die opdracht geeft of op een bepaald moment ooit is de opdracht gekregen. Verzamelaars die aan het verbouwen waren, die zeiden van kijk, we hebben in het gebouw een trap nodig, zou ik graag een trap niet meer moeten hebben. Ik heb daar toen ja op gezegd, maar tijdens dat ontwerp heb ik moeten toegeven dat ik in het vaarwater zat van de architect die er toen aan het werken was. En dat ik ook zei dat ik aan die trap, ik mag hem nog zo dadig ontwerpen, ik ga die onmogelijk kunnen opnemen binnen de lijn van de oeuvre, omdat het uiteindelijk niet zo functioneel werd. En dat is dus toen niet doorgegaan en ik heb toegeven dat dat wel goede zaak was dat ik uiteindelijk niet gedaan heb. En zo'n opportuniteit en leren nu als kunstenaar dat je ook beslissingen nemen naar toekomstige projecten toe. Curatorium. Er zitten allerlei, dus ik heb dat persoonlijke verhaal wat ik eigenlijk als basis van vertrokken ben. Maar het is wel zo dat door te lezen, door naar de tentoonstelling te gaan, door zaken te zien, dat je ook wel makkelijk kunt laten inspireren. Omdat je met een taal die kan aanpassen naar het curatorium, is uiteindelijk een term die concreet is dat je het via een comedie van band heeft. Dus uiteindelijk effectief verhalen dat uiteindelijk de weg aflegt tussen Regel, Lauteringsberg en de Hel. Dus ja, vandaar dat hij deze zone zo tussenzone is, waar je als toeschouwer uiteindelijk doorheen kunt proberen. Ja, dat is dit is uiteindelijk vervaardigd uit twee verschillende materialen, beton en waar van zin is, een inheemse natuursteen, zwart. Organisering van de is een term, een concreet van mensen schrijven. Maar in onder staat ook dat iedereen wordt tot dezelfde ruimte geleid. Horatius, dat is het. Dit werk is ook een tijdelijk project. Sibor, een werk dat er ook ondergraven was, kon te staan. Deze keer een houtconstructie, een betonvloer en een soort textiel waar uiteindelijk een soort transparantie kreeg. Dat is een beetje een typisch werk voor mij. Maar in die context vond ik zeker een uitdaging om zo'n ruimte te creëren. Dus die boering is eigenlijk een ruimte waar alvorens de kist in de hand wordt gelegd, waar je uiteindelijk afscheid kon genomen worden. Dit is een kleiner werk. Ik heb lang gewacht om echte kleine werken te maken, omdat ik ook wel het moment heb afgewacht om dat te kunnen doen. Dit werk moet ik persoonlijk gezien, een kleiner werk. En uiteindelijk zie ik hier als een soort doos, een mentale doos, waarbij uiteindelijk bepaalde ideeën of gedachten of een museum zou kunnen increëren. Nu, door het gesprek met de mensen gezet, onder andere filosofen die uiteindelijk, het had ook over melancholie, moest ik nu wel. In die zin dat een gooikus eigenlijk een soort lege doos koestert. Nu, die verhalen, ik heb thuis ook op mijn schouder een paar foto's staan, een paar dingen staan die mij aan de mensen doen denken die voor mij belangrijk geweest zijn. Het feit om daar dagelijks naar te kijken, wordt eigenlijk dagelijks geconfronteerd met die verhalen die uiteindelijk meedraagt als erfenis en wordt daar heel graag aan herinnerd. En dat is ook hetgeen wat daar voor mij dan persoonlijk de manier dat ik is dat interessant maak, omdat ik met de zaken ook vaak relateer tot het heden en de manier dat ik uiteindelijk denk. Dit is een tweede werkstuk. Dat zijn eigenlijk constructies die volledig in hout worden gemaakt. Daar maak ik een siliconen wand van en dan ben ik een keer af. En dan is het eigenlijk een keer in het schip.
bewust ja, draag je die dingen toch mee? Of niet dat daar eigenlijk heel vaak over getreurd geweest is. Dat is nu eenmaal, maakt nu eenmaal een deel uit van het leven. En het is ook de dood die ik lees, is interessant maakt. Dus uiteindelijk, ja, in familie vrij nuchter tegenover de dood gestaan. En ook het feit van met zo'n werk bezig te zijn, staat ook open voor een bepaalde, ja, voor een bepaalde dialoog met de donker, is terug via de literatie dat ik leven stapt, ziek. Maar ik heb er afscheid heel, heel goed kunnen volgen en de manier waarop dat eigenlijk dat er tegenover stond, was eigenlijk een fantastische ervaring, waar ik vandaag de dag nog steeds aan denk. In die zin dat hij echt de dood in de ogen heeft gekeken als atheïst en zei van kijk, ik heb een collega gehad en mijn ogen is gegaan. En uiteindelijk is hij al zingend weggegaan. En wat ik daar gefilmd had, was echt een masterpiece. Maar ik heb dat niet gedaan, want het is in ieder geval wel iets waar ik wel heel graag aan terugdenk. Thank you.
Dit werk is Depofonies. Een werk dat ik voor ook een tijdelijk project dat ik betrokken heb voor Middelburg. Een tentoonstellingsmaker had een tentoonstelling gecureerd omtrent authenticiteit. Dus een tentoonstelling in de façade. Maar Middelburg lijkt een oude stad, maar als je in de stad rondloopt en goed kijkt, dan zie je dat er bepaalde zaken en vormgeving naar architectuur toe, soms niet zaken die kloppen. Uiteindelijk komt dan op de Tweede Wereldoorlog de stad volledig is afgebrand. En als ze de stad heropgebouwd hebben volgens de stijl die ze dachten dat het was, maar zonder plannen, met als gevolg dat uiteindelijk een soort architectuur krijgt die niet authentiek is, maar die ondertussen wel authentiek lijkt. Dus dat uitgangspunt dat ze bij kunstenaars uitgenodigd om de toestellingen te participeren aan de toestelling. Ik heb ook een keer geprobeerd om dus, ik krijg het elke keer te blanche om een plek eruit te kiezen. En dit is het bolwerk van Middelburg. En hier net achter het sculptuur. Dus net achter de bomen ligt eigenlijk een Joodse graafplaats. Met dat het duidelijk vrij authentiek is. Je hebt eigenlijk een wandelpad in de hoek, zie je ook dat je daar eigenlijk kan langslopen. Maar als wandelaar en vaak niet door de struikjes kijken naar de graafplaats. Nu de bedoeling is om een soort dode boom te maken, dat die graafplaats weer eens in kijkers zou zitten. Nu, het is een boom die enerzijds in het landschap verdwijnt, dus we komen precies ook tot een groter geheel. Dit werk is uiteindelijk op november. Ik heb aan de directie uitgenodigd om te participeren aan een verjaardagsboek. Dat is 10 jaar bestonden. Ze vroegen van een bijdrage te leveren. Nu, op een of andere manier kijk ik naar de branche, begin ik mijn hoofdstukjeswerk te doen. En had ik net een tekst gelezen over de bibliotheek van Alexandrië. Dus uiteindelijk de grootste bibliotheek uit de oudheid. Die virtueel is toch een
zijn benen, dat komt zodat dat uiteindelijk normaal is. Nu, een bibliotheek, stockageplaats, zijn zaken die ergens mij wel interesseren, ook het museum van je net, dus uiteindelijk conservatie. Wat wordt er geconserveerd? Is het een bepaalde herinnering? Of eigenlijk zijn het toch wat zaken die naar de bibliotheek. Maar in dit beeld krijg je natuurlijk een soort stockage van de hele stockage oplossing. Dat is eigenlijk gek, hè? Daar zou er eventueel een boek kunnen in staan. Maar ik heb het werk Columbarium genoemd, dat eigenlijk een soort plekken waar we uiteindelijk urnen zouden kunnen plaatsen. Maar uiteindelijk heeft alles met elkaar te maken en die beeld is uiteindelijk ontstaan. Dit werk is een recenter werk, Iconostasis. Het is 2,80 meter hoog, met een witte sokkel erbij. Dat is van dit verhaal, passief nek. Ik begin meer en meer te experimenteren met verschillende materialen. Om de simpele reden dat ook dit werk vooral ontstaat is dat het idee Iconostasis is eigenlijk een band die gemaakt wordt van de Byzantijnse kerken tussen het schip en de heilige plaats, dus waar het altaar zit. Met de bedoeling dat het eigenlijk de altaar zou worden voor de kerkganger niet betreedbaar is. Waardoor dat die wereld ergens abstract blijft. Op een of andere manier is die koop ook zodanig opgebouwd, geschilderd, heel plat, zonder veel perspectief om de geestelijke wereld die daarachter vormt, om die uiteindelijk te gaan benadrukken. Dus eigenlijk een beetje wat Marc Rothko ook heeft opgebaseerd over die tweedimensionaal van soort poort vormt tot de wereld daarachter. En dit werk is eigenlijk ook zoiets, is eigenlijk een soort schrijven waar je een soort ingang krijgt, waar je de precies bij krijgt als een soort begeleiding. En in die zin vond ik het verantwoord om dit in eigen te maken. Nu, ik refereer vaak naar termen uit de iconografie van het christelijke iconografie, de concordant van andere culturen. Maar het is gewoon de bedoeling om die dingen ergens een richting te geven, maar niet echt naar die religie te gaan verwijzen, om ook in die context te gaan plaatsen. Het zijn vooral, iconostase is natuurlijk een term die niet alleen uiteindelijk naar gegeven verwijst, maar ook uiteindelijk naar een rijke historische context. Dit werk is ook zo van een werk in de Eik. 2014, denk ik. Dat uiteindelijk een bank op plaatsen in het soort. Mijn werk is vooral uitnodiging tot reflectie. Donkere ruimte die gecreëerd wordt. Het zijn zaken die ik uiteindelijk wel van zelfvermaking van het leven. Het proces van het maken is ook iets waar je vanuit leert. Als kunstenaar op een of andere manier heb je een bepaald idee. Je denkt van hoe ga ik dat gaan maken? Het uitgeven, daarvoor heb ik vaak de middelen niet voor. Of zijn de budgetten beperkt en dat heb je of van de toestelling. Dus probeer het eigenlijk telkens ons uit elkaar te halen. En door het zelf te doen, slaag erin om dan telkens op mijn grenzen te gaan verbreden. Maar op een of andere manier, zijn toch ook wel van veel te belangen. Op een of andere manier dat je ook het materiaal ook gaat gaan verwerken, dus beelden, en waar ik ook in moet. Vaak zijn het de eerste werken met een ander materiaal, waar de beton komt van een van de vloer. Die beton is ook altijd anders of een andere substantie. Worden daar ook andere dingen ingesproken om in het balkje te komen eigenlijk. En dus het is ook echt een zoektocht. Ook een uitdaging. Dit beeld, dat is eigenlijk een boekje dat ik gemaakt heb.
boven is, is waarschijnlijk ook in Italië, want daar heb je een dak op stond. Maar die andere beelden zijn in de Brusselse voorgetrokken. Dus uiteindelijk zijn de deeltjes geleerd in de Russie gekregen en dat was een volgende foto getrokken. En de laatste foto respondeerde, daar staat mijn vader op. En hij beslist om, om elk jaar, van cultuur, ook er kwam ook een vraag van het publiek van
Ik vind het persoonlijk een rijkdom om ook met de dood stil te staan. Als je kijkt naar onze samenleving, is het verdwijnen van bepaalde individuen uiteindelijk een beetje achterwege of wordt door mij gewoon naar gekeken. Maar ik denk in mijn geval, hoe meer ik naar het verleden kijk, hoe intenser dat ik eigenlijk in het heden sta. En ik heb zelf ook twee kinderen. Fantastisch is trouwens, maar ik ga nu proberen zo dat op te voelen dat nu eenmaal met zo'n verlies dat ik kan omgesproken worden. Nu, ik vind het een interessant proces. Nu, ik ben me ook zeer van bewust van, ik moest nu een eigen kind verliezen, dat waarschijnlijk de hel is en dat ik er waarschijnlijk ook anders dan over praten. Maar de mensen die met mijn omgeving zijn verdwenen, zijn mensen die een goed leven hebben gehad en die uiteindelijk mij zijn, die zij toen eigenlijk opgebouwd in hun leven, uiteindelijk hebben kunnen vertellen, waar we uiteindelijk ook bepaalde zaken kunnen leren. Dus ik zie het echt als een leerproces. En bijvoorbeeld, bijvoorbeeld op de graafplaats. Ik heb nu al een paar keer op de graafplaats gewerkt om werken te plaatsen voor mijn doodstelling. En ik moet eerlijk toegeven dat er altijd hele intense momenten zijn. Op een of andere manier, mijn grootvader heeft zijn vader uitgekend. Toen hij terug ging naar Italië, dan schuimde hij alle graafplaatsen af om toch wel die naam van zijn vader ooit te vinden. Dat is natuurlijk een heel grote geld in het kijken, maar hij heeft echt wel. En dat was een traditie van telkens naar die graafplaats te gaan. En als kind ga je dan uiteindelijk naar mee en dan connoteert je dan iets negatief. Ik vind het is een zware architectuur. Maar ik hoor het roer van het einde, ik vind het een verrijking. Ook bijvoorbeeld de foto's die aanwezig zijn in mijn leefveld. Mijn zoontjes die gaan ook weten wie dat uiteindelijk een groot of overgrootvader was. Al was maar een beeld. En op zich vind ik het eigenlijk al belangrijk op zich dat uiteindelijk een beeld een paar generaties kan veranderen in een soort van kunstwerk. Op de een of andere manier, dus familie langs vaderskant, zijn we ondertussen met mijn zoon, met vijf, Nicolodis. Mijn vader heeft uiteindelijk buiten zijn zus geen familie meer op de Nicolodiskant. Dus er is een bepaald gemis naar roots. En mijn werk is misschien een soort zoektocht naar dat gemis, zonder dat eigenlijk als een gemis te aanvaarden. Het is eigenlijk een soort en toen de zuidelijke rode zien door van Italië door te streken waar mijn grootvader kwam. Maar ik heb ook niet de noodzaak om die mensen te gaan opzoeken, want uiteindelijk op een bepaald moment is die band verbroken. En het heeft van mij de zin om daar nu gaan terug te keren. Maar uiteindelijk die leegte is voor mij iets heel belangrijk. Het kan zijn dat als die leegte opgevuld wordt, dat het veel meer interessant wordt. Misschien moet je dus toch omgaan met het verleden. Dus op een of andere manier.
gaat over de projecten die nog dus lang gaan. Komen er heel vaak interessante gesprekken. Onlangs in Parijs vond ik heel mooi dat een vrouw die zei van eigenlijk praat je doorheen het woord over het leven. En daar vond ik wel een beetje op neer. Waardoor uiteindelijk het werk ook heel vaak aan elkaar geïnterpreteerd wordt.
Maar soms, ja, soms gaat het uiteindelijk over bijvoorbeeld de microfonies, het werk. Wanneer dat die naam uiteindelijk gekomen is, kan ik niet exact meer zeggen, maar het is eigenlijk tijdens het proces, tijdens het ontwerpen. Dus ik had de locatie eruit gekozen, ik heb gezegd van kijk, hier ga ik iets doen. Ik kon dat niet uiteindelijk op te zoeken rond de graafplaats, rond de gemeenschap, rond bepaalde zaken. En ja, dan kijk je naar het ontwerp, je maakt een oog, dan moet je wel in de rondte. Ja, het is natuurlijk wel een opzoekingswerk dat ik die naam moet kennen, dat is ook niet van buiten. Dus dat is wel een opzoekingswerk dat ik dan die naam stoot. Maar dat is een tijdens een proces dat vooral gebeurt. En dan ook buiten. Ja, door meevallen van de partij, wellicht het verleden verhaal hebben we